Want Rijn is Rijn en Joh is Joh. Wim Koller, de directeur van Roda. Goed nieuws vandaag. Vertel eens. Ja, ik sta inderdaad met een glimlach voor de camera. Absoluut, voor Roda is het ontzettend belangrijk nieuws. Nou, wat gaat gebeuren is dat er een nieuwe entiteit, een nieuwe rechtspersoon komt. In die rechtspersoon is Frits de grote initiator. In die rechtspersoon komt 99,8% van de aandelen terecht. Waarom niet 100? Een gedeelte, een zogenaamd golden share, een gouden aandeel, blijft eigendom van de huidige stichting. En daarmee wordt gewaarborgd dat in ieder geval de clubkleur, de clubidentiteit, de locatie waar we spelen, dat zit daar dan in. En dat is ook een van de vereisten vanuit de KNVB. Roda JC is enorm gebaat bij het bewaken en bewaren van de identiteit, de clubcultuur. En dat is denk ik met de persoon Frits Schroef gewaarborgd als bij geen ander. En nu snel uit categorie 1? Als het allemaal financieel meezit en we dat ding doen zoals het beoogd is, dan moeten we in de zomerperiode in de positieve cijfers staan. Dus een positief eigen vermogen hebben. Ja, nu was natuurlijk financieel directeur van tevoren, dus u wordt het extra gelukkig. Ja, ik zie natuurlijk ook de strubbelingen die we maand in maand uit hadden en de gevechten die je voert. En dan is het best wel goed om te weten dat in dat opzicht er nu een stukje rust komt. En wij gaan geen gekke dingen doen. Hè. We zitten in categorie 1, we kennen onze beperkingen. En we gaan gewoon acteren zoals we hebben gedaan. Ook de vragen die komen van, komen er nu dure spelers? Nee, er komen geen dure spelers. We gaan netjes voort op het pad wat we zijn ingeslagen. Daarin heeft Frits Schroef ook het vertrouwen in de huidige commissarissen en directie. En we blijven met de beentjes op de grond en gaan bouwen aan een solide club. Hij heeft dat geel-zwarte bloed. En dat is wel belangrijk voor ons ook natuurlijk. Dat je niet willekeurig kijkt van oké, je bent uit de financiële problematiek. Maar het verhaal erachter met de persoon en de gedachtes is minimaal net zo belangrijk.